Vorig jaar stond ik hierboven bij de kerstbijeenkomst en heb ik verteld over het reilen en zeilen binnen Martens. Een kerstbijeenkomst net als vorig jaar is in deze coronatijd natuurlijk geen optie meer, maar ik wil toch laten zien hoe dat dit jaar binnen Martens verlopen is. Ik ga een aantal teams af, ik ga een aantal mensen vragen hoe dat ze het jaar ervaren hebben. En je zult waarschijnlijk merken dat Martens mensen vooral harde werkers zijn en niet zulke goede acteurs. Dus als het eens een keer ergens hapert, dan kunnen we daar vast begrip voor hebben. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Ik ben hier op mijn eerste stop bij Martens Keramiek in Dinteloord. En ik ga hier eens vragen aan Frank hoe dat het proces gelopen is om de lijn op te starten. Op veel plekken zijn we gewend om te verbeteren vanuit een bestaand proces. Hier is het echt pionier geworden. Hoi, ik ben Frank Laarhoven, teamleider productie van Martens Keramiek. Twee jaar geleden zijn we gestart met het bedenken en het uitwerken van een uniek proces. Daarvoor zijn alle machines die we op dat moment voorhanden hadden, zijn aangepast. Op dit moment hebben wij een product in handen die gereed is voor een Kiwa keurmerk. Dat is niet vanzelf gekomen. We hebben echt lopen ploeteren en met trial en error methodes getracht om tot een product te komen die we gelukkig nu al voor elkaar hebben. We gaan binnenkort de markt op en jullie horen binnenkort veel meer over het nieuwe marktproduct Kerlok. Stay safe! Ik ben hier terug bij de nieuwe buizenfabriek op Westad 3 en ik ga op bezoek bij Wout om te vragen hoe dat hij zijn rol in onze nieuwe buizenfabriek ervaart. Hallo, ik ben Wout Bakker en sinds 11 jaar werkzaam bij Martens Beton. En ik ben begonnen in Waalwijk bij Bruggebouw als assistent teamleider. En daarna hebben we een slechte tijd gehad met de recessie en helaas is Waalwijk gesloten, zeg maar. En ben ik naar het elemententeam gegaan om daar te werken. En daar heb ik 5 jaar gewerkt. En toen ben ik uitgeleend naar Buizen 2. En toen kwam ik in een nieuwe hal met een nieuwe prachtige machine. Echt waar, het ding is echt ongekend in zijn soort. En ik dacht, nou, ik wil hier blijven werken. Ik denk, dit is het. En zodoende. Dus ik ben hier te werk gesteld sinds april. En ja, we maken al schitterende buizen. En de machine heeft wel wat kleine kinderziektes gehad, maar die zijn we aan het verhelpen, zeg maar. We zijn aan het leren hoe de machine werkt. En dit is het resultaat na een paar maanden en het ziet er echt prachtig uit, mooi glad. En we werken nog steeds door aan betere buizen. Een jaar terug heb ik aan Kees gevraagd of dat we in de toekomst in staat zijn om de productie van onze putten te verdubbelen. En ik ga eens bij Hans langs om te vragen hoe dat gelopen is. Ik ben Hans Peruls, ik werk bij Putten 2. Ik zit tevens in een werkgroepje van slimme werken. Daardoor hebben we bij elkaar gezeten hoe we in de toekomst slimmer, efficiënter de putten kunnen produceren. Omdat je na een lange tijd bij Martens werken voor sommige dingen werkblind bent geworden. Ik ben net bij 3 mensen geweest die op zoek waren naar hele nieuwe oplossingen. Ik sta hier nu bij ons logistiek centrum op Westad 3. Met de eerste coronagolf hebben we ook een enorme golf aan werk bij de doe-het-zelfmarkt gekregen. En ik ga bij Ruud langs om te vragen hoe dat het hier gelopen is. Goedemorgen, ik ben Ruud Verlaanrooy. Ik ben werkvoorbereider bij de logistieke afdeling van Martens Kunststof. We werken hier op de VAL, dus Value Added Logistics. Wij zorgen ervoor dat we artikelen een nabewerking krijgen. De verpakkingssoort, een stickertje, een anti-diefstalstrip. Al dat soort dingen die dan aan de rand in de doe-het-zelfwinkels in de schap komen liggen. Nou, dit jaar is een extreem druk jaar geweest. Sowieso vanwege de corona natuurlijk heel veel mensen thuis gewerkt. Iedereen zag er wat klussen, een aanbouw, een keuken, een dakgoot, etc. Dakramen, noem maar op, etc. Het is een extreem druk jaar geweest. Zo druk zelfs dat onze productie de voorraad niet bij kon houden. Het heeft ervoor gezorgd dat wij heel veel extra mensen niet hebben moeten nemen. Normaal zitten wij met een vaste bezetting van 8 personen hierboven. In de drukke periode hebben wij zelf 30 en 35 mensen hier gefunctioneerd. Heel veel extra energie erin gestoken, s'avonds een uurtje eerder beginnen, s'avonds nog wel extra uur en de zaterdag. Al met al zijn we deze drukke tijd toch goed doorgekomen.
De mensen werden extra schouderklopje gegeven, af en toe een extra versnapering. Het zijn in de vorm van een blikje drinken, het zijn een ijsje. Maar wel in ieder geval om de bedrijf bij die mensen erin te houden. En ik moet zeggen, mensen, chapeau, hartstikke goed gelukt. Dankjewel. Ik ben hier bij Scala in Wetteren. En ik ga bij Marijke op bezoek om te vragen hoe dat het hier met alle coronagolven is gegaan. Ik ben Marijke. Ik werk hier 20 jaar op Scala. De coronatijd, de winkels zijn gesloten geweest maart, april. We hebben even thuis gezeten, maar dan zijn we begonnen met pakjes voor DHL en Bpost. Toen de winkels terug open gingen, was het vrij druk op Scala. We hadden per dag 8-9 reizen, wat veel is. Momenteel zijn we november, we hebben nog altijd rond de 8 reizen. Ik werk hier nu 20 jaar, ik heb dat nog nooit meegemaakt, de werkdruk hier nu. Veel, echt heel veel werk. Maar het is plezant. En ja, het is, hopelijk is de COVID-trap gedaan en kunnen we weer normaal buiten komen. Hè. Na de twee logistieke plekken waar ik ben geweest, ben ik hier bij de productie van kunststoffen aan de Statendamweg. En ik ga Hedwig vragen hoe druk dit coronajaar bij hem is geweest. Hallo alle machtige medewerkers. We zijn al bij Expeditie Team 2. Dat dit jaar eigenlijk een heel hectisch en bewogen jaar heeft gehad. Niet alleen vanwege corona, maar door corona hebben we dus ook een ontzettend druk gehad op de markt. Waardoor we dan de productie een hele prestatie hebben moeten leveren. En dat hebben we eigenlijk heel goed doorstaan met de mensen die we hier hebben. Die hebben dus de schouders echt heel goed ondergestoken. Waardoor we met z'n allemaal een topprestatie hebben geleverd. En ik wil daar graag iedereen voor bedanken. Voor de rest wens ik mij als Team 2 iedereen bij Martens een hele fijne kerst en een heel fijn jaarwisseling. En dan hopelijk al volgend jaar corona vrij zijn en dan met z'n allemaal weer naar een normaal leven kunnen gaan. Dankjewel. Ik ben net in Nederland en in België geweest. Hier achter me zie je een van de warehouses van Scala Polen. And I'm going to ask Matje en Bartos how this year went for them. Hello colleagues from Martens Group. Welcome to Scala Plastics Poland. We have the most intensive 12 months behind us in the history of Scala Plastics Poland. 12 months full of challenges which we have planned and those which we have not expected. We are proud of all of Scala Plastics Poland people that as a team we have managed to pass through all challenges, supporting each other in the most difficult moments. All started in December 2019 when we have moved our south branch to new place in Sosnowiec. Second act has a place in February when we moved headquarters to new localization in Paczkowo. Thanks to both changes of localizations, we improved our service and logistics capacity. From season 2020, we have for our disposal over 8,000 square meters outside storage space, 4,500 square meters indoor warehouse space, and 500 meters social and office space. Like all over the world, we also facing difficulties caused by corona pandemia. All situations with pandemia create some business opportunities which we try to catch. Thanks to improved capacity, we were prepared for special expectations of clients and developed Scala Plastics Poland business in our strategic areas. We would like to thank all Scala Plastics team members and also our colleagues in Belgium and Martens Group. We hope that coming year will bring us much more stabilization and only positive experience. Using this opportunity, we would like to wish you a lot of health and Merry Christmas and all the best in the coming year. Ik ben net bij een aantal mensen geweest die de drukte in de doe-het-zelfmarkt uit hebben gelegd. Ik ga nu bij een aantal nieuwkomers langs. Ik ben hier bij Magnum, onze betonnen buizenproductie. En ik ga op bezoek bij Melike, die dit jaar in dienst is gekomen en als enige vrouw bij Magnum actief is. Hi, ik ben Melike. Ik ben sinds februari in dienst bij Martens Beton in het laboratorium.
als eentje vrouw zijnde, dus apart. Maar het bevalt me wel heel goed. Met iedereen omgaan, dat is wel gezellig. Ik heb wel met iedereen een klik. En hier testen we dan onze betonnen voordat het geleverd wordt. Ik ben hier weer bij Scala in Wetteren en ik ga hier aan Hendrik, een nieuwkomer, vragen hoe dat het hem hier bevalt. Goedemorgen John, welkom. Ik ben Hendrik. Ik ben sinds een vijftal maanden in dienst bij Scala. Daarvoor heb ik een heel wat ervaring opgebouwd in de groothandelssector. Dus de sector op zich is mij niet helemaal onbekend. Kunststoffen is iets waar ik ook in het begin van mijn carrière mee betrokken was. Dus ik heb een heel goede verbindenis met zowel de kunststoffen als met de groothandel. Ik voel me hier heel goed thuis, een heel warm nest. En een mooie uitdaging liggen voor ons. En ik ben ervan overtuigd dat we samen, ondanks de moeilijke periode die we allemaal meemaken, waar we heel sterk zijn uit naar voren gekomen, en daarvoor denk ik dat iedereen ook zijn best heeft gedaan, dat we samen een mooie toekomst verder kunnen opbouwen, ook in 2021. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Maar dat is een ploeg die hiervoor wil vechten om succes te boeken de komende maanden en jaren. Ik ben hier bij Teube in Oosterhout, ons kraanverhuurbedrijf. In de reeks nieuwkomers ga ik op bezoek bij Bart, die enerzijds nieuwkomer is dit jaar, maar anderzijds ook al oud-gediende bij Teube was. Goedendag allemaal, mijn naam is Bart van der Zanden. Ik ben 14 jaar geleden bij de firma Teube weggegaan en na 14 jaar terug ben ik nu als teamleider aangenomen bij de firma. Ik vind Teube nog altijd een leuke en uitdagende firma. En ik hoop Teube hiermee naar een hoger en beter succes te wensen. En ik vind het leuk om met de mensen zoals Teube heeft en als team verder op te bouwen. Goeiedag, ik ben hier op Westal 3 bij de puttenfabriek bij Mahmoud. En ik ga hem eens vragen hoe dat het hier bij Martens en in Nederland bevalt. Ik werk bij Martens bijna anderhalf jaar. Ja, ik ben heel blij hiervoor werk. Alle mensen goed, aardig alle mensen. Ja, die bijna anders voor bureau voor ik, maar makkelijk voor ik, voor die werk alles hier. Ja. Ja, is goed in Heerbrug bij Martens. Ik ben net bij een aantal mensen langs geweest wat nieuwkomers zijn bij Martens. En ik sta hier bij de garage op de Statendamweg. En ik ga een aantal ervaren Martens medewerkers bezoeken. En bij wie kan je dan beter beginnen dan bij Donald, die een van de vijf mensen was die dit jaar hun 40-jarig jubileum had willen vieren. Ik ga Donald hier binnen vragen hoe hij die 40 jaar ervaren heeft. Oké, 40 jaar Martens, een hele tijd. Maar ja, die tijd is toch wel voorbij gevlogen. Ik kwam hier als 20-jarige werken en ik werkte hier, ik denk goed een half jaar. En toen werkte er iemand hier langer als ik oud was en dat was Bertus Dongersloot. En die werkte 25 jaar op Martens. Ik dacht, hoe is het mogelijk? Ik zei, toen was ik nog niet geboren, toen kwam hij al met de fiets uit Dussen bij Martens werken. En omdat ik altijd met fijne collega's heb kunnen werken, is het voor mij een heel begin probleem om 40 jaar vol te maken. En ik hoop, ja, ik heb een beetje een rotjaar achter de rug, dat ik nog in een redelijke gezondheid tot mijn 67 kan blijven werken. En die tijd die vliegt voorbij, dus geen probleem. Ik ben hier bij Injectie van Martens Kunststoffen en ik ga Peter vragen hoe dat hier gegaan is met het in bedrijf stellen van een nieuwe injectiemachine. Ik ben Peter, ik ben 60 jaar, ik werk hier in drie ploegen, ik werk 18 jaar hier bij Martens. Wij zijn vorig jaar begonnen met een nieuwe machine, een nieuwe manier van produceren. Een viervoudige matrijs met verpakking en automatisch stikkerij. Ik ben hier terug bij de puttenfabriek en ik ga in het kader van onze ervaren medewerkers op bezoek bij Ger, die zelfs na zijn pensioen nog bij ons werkzaam is. Hallo allemaal. Ja, jullie zullen wel zeggen, die kale was ook met pensioen. Ja, dat klopt ook. Ik ben ook met pensioen. Maar ik werk inmiddels nog één dag bij Martens. En wat doe ik daar? Ik ben nou vooral bezig bij de puttenfabriek. Met wat nieuwe ontwikkelingen, projecten die nog lopen. Onder andere zijn we bezig geweest met de mal die hier achter staat.
En dat is eigenlijk een flexibele hoekmal waar we meerdere hoeken in één mal kunnen maken. Ja, ik zelf vind die ene dag heel leuk om te doen. En ja, ik zou alle pensionaars het aan kunnen raden om toch die ene dag nog in te vullen. Je bent toch ergens mee bezig. En ja, nogmaals, heel leuk om te doen. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en blijf gezond, jongens. Ik ben net bij een aantal ervaren machtersmedewerkers langs geweest die veelal actief zijn in productie. Ik ga nu bij een paar mensen langs die wat dingen doen die wat minder bekend zijn bij andere machtersmensen. Ik ben hier aan het kantoor aan de Statendamweg en ik ga op bezoek bij Ria en Linda. Ria van Aperen, ik ben lid van het automatiseringsteam van Martens. En sinds 2017 zijn wij bij Martens Beton begonnen met een nieuwe AX-versie voor alle productie, logistiek, processen en dergelijke. Daaraan zit gekoppeld het nieuwe puttenstaartprogramma, waar ik de modellen voor ontwerp. En Linda, die werkt ermee. Ja, inderdaad. Ik ben Linda Rijpert. Ik ben werkzaam bij het WVT-team. En ik werk met het nieuwe puttenstaartprogramma en daarbij doen wij dan ook testen. Dus als er dingetjes gewijzigd moeten worden, dan gaat Ria dat inbouwen en ik test dat door. En zo zijn we al een jaar of drie samen druk bezig. Dat klopt. En afgelopen jaar hebben wij door voortschrijdend inzicht een nieuw model ontwikkeld, of eigenlijk een vernieuwing van het huidige model. Waardoor bepaalde zaken sneller doorlopen voor de WBT'ers en de verkopers. En daarnaast hebben we meegenomen dat het puttenstaartprogramma zoals je hier links ziet, dat is wat de Martens-medewerkers gebruiken, ook voor klanten beschikbaar gaat worden, maar dan in een vereenvoudigde vorm. En dat zie je rechts, daar zie je veel minder vragen staan. En klanten moeten dan uiteindelijk hun eenvoudige putten zelf uit kunnen trekken. Maar dat is, staat op de rol voor komende januari, als het goed is. Ik ben hier weer terug bij Teuben. Ik ga op bezoek bij Barry. Teuben is me voornamelijk bekend van kraanverhuur. Maar we doen ook allerlei machineverhuisprojecten in het buitenland. En ik ga Barry vragen hoe hij dat ervaart. Hoi, ik ben Barry. Ik werk al een jaar of 13 bij Teuben inmiddels. Ik hou me veel bezig met machineverhuizingen. Laatst ben ik bij de kerncentrale geweest, hebben wij zware dempers vervangen van noodgeneratoren. Ook doen wij vaak samenwerking met een bedrijf gasturbines uitwisselen. Nou, op dit moment ben ik bezig met de aanpassing van een aanhangwagen die wij gaan gebruiken voor diverse werkzaamheden binnen Teuben en transport uiteraard. Laatst ben ik ook betrokken geweest bij het weghalen van de tol bij Oosterhout, het kunstwerk. Voor de kamp van de rotonde. Ik ben hier in Mol bij ons kantoor waar ik op bezoek ga bij Fatih. Hallo, mijn naam is Fatih. Ik ben nu anderhalf jaar in dienst bij Martens Mol in België. Het was een leuke, aangename aanpassing voor mij om in een productieomgeving te werken. En persoonlijk zou ik nooit meer anders willen. Het is altijd een verrassing en om cijfers te kunnen analyseren en ze met de werkelijkheid te kunnen matchen. Ik ben net bij een paar mensen langs geweest die wat bijzondere dingen hebben laten zien wat zij doen. Ik ga nu bij een aantal mensen langs die een verandering in hun leven aangebracht hebben. Ik sta hier bij het regiocentrum in Oosterhout en ik ga langs bij Bob om te vragen hoe dat het met hem is gegaan. Mijn levensverandering heeft plaatsgevonden in 2016. Toen heb ik een gastric bypass operatie gekregen. 6 maanden na die gastric bypass operatie ben ik 30 kilo afgevallen. En ik mag nog steeds de voordelen hier dagelijks van ondervinden. En dat komt in de meest kleine dingen terug, zoals het strikken van de veters of het traplopen. Maar ook in mijn dagelijks werk als vertegenwoordiger met het in- en uitstappen in de auto's. Dus ik ben ontzettend blij dat ik deze stap genomen heb. En voorheen sluipte het er langzaam in, al die kilo's. En ik was het op dat moment zo beu dat ik besloten heb om deze beslissing te nemen. En nogmaals, ik heb er absoluut geen spijt van gehad. Ik ben hier weer terug bij onze betonnen buizenproductie in Oosterhout. Ik heb vorig jaar met nieuwkomer Jeffrey een heel persoonlijk gesprek gehad. En ik ga hem nog vragen welke lessen hij daaruit getrokken heeft. Nou, sinds mijn gesprek met John Martens ben ik privé meer thuis. Ik vind het ook fijn bij de Mac de dag vrij. Door de week, daar kan ik meer bij mijn gezin zijn.
Normaal gesproken ging ik altijd extra werk, maar ja, ik heb dat erbij neergelegd en ik ben lekker veel thuis. Ik ga mee naar de voetbal. Dus het gesprek met de heer Martens heeft mij zeker dingen anders inzien. Dat, dat het leuk is om ook meer thuis te zijn met mijn kids en mijn vrouw. Bezoek in Mol. We staan hier voor onze steenfabriek en ik ga naar Wil van der Jacht. Goedemiddag, ik ben Wil van der Jacht. Ik werk sinds bijna 12 jaar bij Martens Mol. Ik heb het afgelopen jaar een vrij bewogen jaar gehad. Ik heb er 6 maanden uitgelegen in verband met overspannen, stress. Ik ben daar zelf heel goed van teruggekomen. Met dank van alle mensen van Martens, die moet je heel erg gesteund hebben. En we gaan weer voor de komende 10 jaar tegenaan. Ik ben bij een aantal Martens medewerkers langs geweest en die hebben op hun werkplek hun persoonlijk verhaal gedaan. Eén persoonlijk verhaal van dit jaar kan natuurlijk niet ontbreken. En ik sta hier bij mijn eigen poster naar aanleiding van mijn ziekenhuisopname wegens corona. Iedereen zal het inmiddels wel weten dat ik in het ziekenhuis heb gelegen. En voor mij begon die tijd bewust eigenlijk pas toen ik in Breda weer wakker was geworden. Daarvoor had ik een tijd in coma in Rotterdam gelegen. En wat was ik blij toen het moment gekomen was dat Lisette en Iva mij kwamen halen en dat ik weer naar huis mocht. Ik had het idee dat ik vanuit de auto naar de garage liep en dat het al heel wat was. Toen ik daar later op terugkeek, toen leek het eigenlijk meer strompelen en was het een wonder dat ik niet omgevallen ben. Dat was het begin van mijn fysieke herstel. En wat heb ik veel steun gehad van heel veel mensen om me heen. De mensen bij Martens die bloemen zijn komen brengen, kaartjes gestuurd hebben, berichtjes gestuurd hebben. Vrienden, bekenden, familie om me heen die cake gebakken hebben, die klaargestaan hebben om eten te brengen, kaartjes gestuurd hebben, langsgekomen zijn. Wat een steun was dat. En hoe hard merk je dat je de mensen om je heen nodig kunt hebben en dat ze er voor je zijn in een tijd als deze. Maar er is er één die daar met kop en schouders bovenuit steekt en dat is mijn vrouw Lisette. Lieve Lisette, wat hou ik veel van je en wat heb jij het knap gedaan in deze tijd. De tijd dat ik in coma lag, heb ik natuurlijk van horen zeggen, heb jij het allemaal mooi georganiseerd voor jezelf. Iva laten rijden, mensen voor je laten koken, iemand meenemen naar het ziekenhuis als er een spannend gesprek was. Even voor het slapen gaan nog bellen. Wat heb jij je daar goed doorheen geslagen? En wat ben jij er voor mij geweest toen ik weer thuis was en ik aan mijn herstel aan het werken was? Te beginnen met het zitten op het douchekrukje en dat jij me nog af moest drogen omdat ik ternauwernood kon staan. Maar ook alle tijd daarna. Dat is een enorme steun voor me geweest. En zonder jou was ik op dit moment niet zo ver geweest als dat ik nu weer hersteld ben. Ik wil je daar heel erg voor bedanken. Ik hoop dat we nog heel veel mooie jaren samen te gaan hebben. Hier in het Brabantse Oosterhout, maar ook steeds meer in Vlissingen. Ik ben weer helemaal hersteld. Ik ga weer proberen op de tennisbaan te kijken hoe dat het oude lijf het doet. Een beetje aan mijn gezondheid werken. Let in deze coronatijd. Goed op jezelf. Let goed op elkaar. Houden we 1,5 meter afstand en ik hoop dat we allemaal weer een mooi 2021 in kunnen gaan, fit en wel en zonder corona. Ik ben hier weer terug in de buizenfabriek waar ik begonnen ben. Mijn tour is ten einde. Ik heb een reis gemaakt langs de nodige mensen, locaties en functies. En ik hoop dat je een beetje de indruk hebt gekregen wat er dit jaar bij Martens zoal gebeurd is. Het had her en der misschien net nog wat soepeler gekund, maar op zich vind ik deze verhalen eigenlijk wel mooi. Het zijn echte verhalen van echte mensen en dat vind ik over het algemeen het mooiste om te zien en hier mee te mogen maken. De rode lijn voor wat mij betreft in alle filmpjes is dat we weer de nodige hobbels genomen hebben door goed samen te werken dit jaar. En dat heeft er in ieder geval toe geleid dat we het jaar financieel bezien ook fatsoenlijk af gaan sluiten. Wat volgend jaar te brengen heeft, dat weet ik niet. Maar één ding wat ik in ieder geval wel weet, als er weer nieuwe hobbels komen, dat we die op een goede manier zullen nemen. En hopelijk ontstaat er nog een beetje rugwind, waardoor we op een makkelijke manier voort gaan kunnen maken. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken, iedereen voor zijn eigen bijdrage die hij dit jaar geleverd heeft. Ik hoop dat jullie hele fijne en tegenwoordig ook gezonde en veilige feestdagen hebben. En dat we elkaar allemaal weer gezond en wel in het begin van het nieuwe jaar terug gaan zien. Iedereen ontzettend bedankt voor je bijdrage van dit jaar. En ik hoop dat we elkaar hier volgend jaar weer in een normale kerstbijeenkomst terug kunnen gaan zien. Lieve John, wekenlang ben jij bezig geweest met het maken van deze kerstfilm. Vol enthousiasme deed je dat.
Je weet precies hoe de film eruit ziet, van voor naar achter en weer terug. Behalve dit laatste stukje. Dit weet je niet, dat ik hier sta. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om te vertellen hoe dankbaar ik ben dat je er überhaupt nog bent. En hoeveel ik van je hou en hoe trots ik op je ben. Wat waren het spannende weken in Rotterdam. Het had zomaar anders af kunnen lopen. Wat was ik blij dat je weer wakker werd en dat je me herkende. Hoe jij uit de IC kwam, waren er nog wel veel zorgen. Lichamelijk was er niet zo heel veel meer van je over. Ik weet, je moet een dosis geluk hebben om eruit te komen zoals jij nu bent. Maar met jouw wilskracht en mindset ben je veel verder gekomen dan menig een ooit had gedacht. Ondanks dat al je spieren pijn deden, ging je iedere dag met mij naar buiten. En iedere dag ging je een stukje verder. Vandaag lopen we tot die boom, morgen tot die boom. Tot je uiteindelijk helemaal zelf naar de stad liep. En weer terug. Je verdere revalidatie heb je ook op je eigen wijze gedaan. Niet zoals iedereen in een revalidatiecentrum of bij een fysio. Nee, gewoon op je eigen vertrouwde tennisbaan. Ook het feit dat het glas bij jou altijd half vol is, heeft jou gebracht waar je nu bent. Kortom, ik ben dankbaar, blij en trots en ik hou heel veel van je. Daarnaast ben ik ook trots op mijn andere twee Martensmannen, Juri en Ivar. Wat waren jullie sterk in de tijd dat papa er niet was en waren jullie ieder op je eigen wijze een grote steun voor mij. En ook nu, in deze rare coronatijden, ben ik trots op jullie. Jullie kijken niet naar wat niet kan, maar naar wat wel kan. En daar genieten jullie van. Jongens, ik hou ook heel veel van jullie. En last but not least, lieve Martensmensen, ik ben ook dankbaar en trots op jullie. Hoe jullie de tent draaiend hebben gehouden toen John er even niet was. Chapeau. Ik wil iedereen verder fijne feestdagen wensen, ondanks alle beperkingen. En hopelijk een normaler en gezonder en gelukkiger 2021 voor iedereen. Pas goed op jezelf en op elkaar. Houdoe.